En dat is de kick-off. Hoog en ver. Pedro. Pedro zoekt weer het contact. Er zitten toch echt gaten in die gooiverdediging. Daar gaat Mees van Noord. Vlak bij de treinlijn. Ja, hij scoort! Hij opent te scoren. 5-0 voor Diok. Ongelooflijk. Ik denk dat we nog geen 2 minuten bezig zijn. De klok staat ook nog op 38 minuten. En de eerste trein is een feit. Het is, als ik het goed zag, Mees van Noord. Mees van Noord. Wordt gooi, maar beland bij Diok. Oh, Mees van Noord, bek aan het paas, wordt aan duidelijk buitenkant gegeven. En die Stefan Noord! Stefan Noord, wat een snelheid heeft hij. Hij sluit gewoon te tackelen. Is de spoor er snel genoeg bij? Ja. Jazeker, en de bal gaat over rechts. Via Henio van Niekerk. Op Pedro. Bal belandt helemaal aan de wing, maar goed dichtgegooid door het gooi. Oh, mooie dummy van Ili Greven. Weet hem nog... Oh, fantastisch spel weer. En nu weer de snelheid van ja hoor. Ja, het is weer Mees van Noord. Het is een tweede. Binnen 10 minuten een tweede. Ongelooflijk. De bal zit van Diok. Nu gaat hij de driekwartlijn ingaan. Balletje gaat ver naar Manuel Pinto. Balletje half eroverheen. En balletje naar buiten. En het is een eenvoudige wingertrui. Maar toch heel goed de derde trui. Mooie versnelling van Manuel Pinto die de bal afpaast op Stefan Noord. Draait aan het werk tot nu toe fantastisch. Hoge verre kick weer van Ili Greven. En ook die gaat raak. De score is 21-5. Oh, fantastisch. Ja hoor. Feilloos. 24-5. Voor die ook. Jordan Kessen, oh die loopt zo door de tackles heen. En nog één, ja hoor! Ah. Hij mag zo doorlopen! Jordan Kessen! Hij zet de score op 29-5! Diok, wat gebeurt er? En dat doet hij ook niet. Feilloos erheen, 31-5. Benjamin Kastier die de bal half laat stuiteren. Maar nu gaat er een andere offense vlak voor de palen. Het is Benjamin Kastier die hem snel neemt. En Ross Benny Coulson die over de zijlijn duikt. Goed gecommuniceerd in de verdediging van Diok. Maar het moet gezegd worden dat het gooien natuurlijk nog steeds balbezit heeft. En na al deze fases doen ze de dingen dus simpel maar goed. En de scheidsrechter geeft een trui aan. Ja, dat is zoals ik al eerder zei. Het komt op die laatste kwartier aan. Die ook laat de teugels wat vieren. Ja, en uiteraard gaat het doorsturen bepalen. Dat is de score van... Bovenop. Ik kan het goed zien. Mannetje gaat nu wijd. Ja, man of vier werkelijk die daar. Ach, het is toch een trui. Scheidsrechter staat er werkelijk op 1,5 meter afstand. We zullen moeten geloven dat dit een goede trui was. Geduldig werk van het gooi resulteert wederom in een trui. Vrijwel garde. Keurige kick. Ja, en ook die is er overheen. Brengt de stand op 38-26. En het is tijd en het is uitvoer geschoten. ...38-26 voor tegen het gooi. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.